Een samenvatting van het dossier Dutroux, dat nog altijd geheime informatie is, staat te grabbel op het internet. De website WikiLeaks, bekend voor geheime of gevoelige informatie, heeft vorig jaar al ruim 1000 pagina's uit het dossier gepubliceerd. De nabestaanden van de slachtoffers vinden dat ongepast. Caroline van den Bergen. Wie op de webpagina van WikiLeaks de zoekterm Dutroux intikt, vindt er 1235 pagina's over het onderzoek naar de ontvoeringen, verkrachtingen en moorden van Marc Dutroux, zijn ex-vrouw en zijn compaan. Het document is een samenvatting van het gerechtelijk dossier dat honderdduizenden pagina's stelt. Ook details uit de verhoren van Dutroux over zijn slachtoffers kunnen door iedereen worden gelezen. Ongehoord vinden de nabestaanden. Ik denk dat iedereen alles moet lezen wat erop staat. Ik vind het niet mooi dat iedereen dat allemaal weet. En ik vind dat echt bizar een beetje. Het document bevat ook alle namen en gegevens van iedereen die ooit gehoord is in de zaak Dutroux. Malheureusement, ce sont des informations vraies, fausses, très disparates, qui mettent en cause une série de gens qui n'ont parfois rien à se reprocher ou qui ont simplement été cités dans une enquête et qui se voient ainsi exposés peut-être au mépris public. Dutroux en zijn compagnen werden in 2004 veroordeeld. Maar dat betekent niet dat de inhoud van het dossier zomaar publiek mag worden gemaakt. Het dossier blijft hoe dan ook geheim. Het gerecht onderzoekt nu of de gegevens van het internet kunnen worden gehaald. Er heeft eigenlijk niemand zaken met datgene wat daar op internet staat, met die verklaringen of wat dan ook. Het leidt alleen maar tot speculaties. En speculaties leiden nooit tot iets zinnigs. En ik vind dat het aan het gerecht is, niet aan ons, maar aan het gerecht, om daar stappen te ondernemen om het volledig van het net te nemen.